Een knetterbal is een stuk vuurwerk, dat ziet er zo uit. Het is een plastic balletje met een lont. Je steekt het aan, je gooit het op de grond en het knettert iets voor 7 keer. En dan ruimen de meeste mensen niet op en dan vinden we al dit soort troep op de straat. Het hele land ligt vol. We hebben al 19.000 van dit soort dingen geregistreerd. En er ligt nog veel meer. Afgelopen weekend liep ik in een heel mooi natuurgebied. En toen zag ik daar gewoon in de berm een hele hoop van dit soort plastic rommel liggen. En dat is het. Hè. Mensen realiseren zich niet, dit is gewoon wegwerpplastic. Je steekt het aan wegwerpplastic. En je laat het achter en het blijft liggen. En het komt in onze natuur en onze dieren krijgen er last van. Dus dit is echt de reden waarom wij hiervan af willen. Deze actie gaat er niet om dit vuurwerk te vieren, maar om dit zonder plastic te gaan maken. Dit kan makkelijk zonder plastic, er zijn alternatieven. We hebben vandaag in de Tweede Kamer een debat gehad over vuurwerk. En een van de dingen die wij echt willen is dat er een eind komt aan dit soort plastic. Echt onzin knalplastic rond vuurwerk.